Jullie hebben mogen openen en ik zei net een beetje plagend. Het is altijd een ondankbare taak om te openen, maar wordt dat ook ervaren door jullie als zodanig? Nee. Dat is eigenlijk een lullig antwoord, maar nee. Het is juist leuk, ja. Het is wel verwennen, want om 1 uur, om dan... Kijk, normaal beginnen we om 11 uur 's avonds en dan heb je een reisje gehad en het is donker en dan kom je er een beetje in. En nu is het gewoon best wel rauw op je dak om gewoon meteen hup, te doen alsof het 2 uur 's nachts is. Maar soms lukt dat wel eens. Dat is eigenlijk wat we altijd doen. Het is nu een beetje... Normaal spelen we sets van 2 uur of soms wel eens 3 uur. En dat is nu dan verpakt in 1 uurtje en dat is altijd wel even wennen. Want je merkt gewoon ook binnen het bandje dat je na 50 minuten of na 40 minuten, dan zit je er echt in. En dan is het alweer eigenlijk sluitingstijd zowat. Dus ja. Ja, dan mag je naar huis. Hoe was jouw stem? Was jij helemaal bij in goede doen? Ik zag je een paar keer schrapen en toen dacht ik van even hetzelfde probleem als ik op het moment heb. Maar ik kon het niet horen. Nou, ik heb een keelvirusje gehad. En maar donderdag moesten we repeteren en vrijdag en zaterdag hadden we de workshop van Ruben. Dus ik kon niet echt rust nemen en gisteren wel. En ja, vandaag na het derde nummer ging het wel gewoon weer. Toen begon ik wel weer een beetje. Maar dat heb ik normaal ook hoor, dus. Is niks aan haar. Ja, maar begin je pas. Ja, dat is wel lastig af en toe. We zijn wel bezig en dan komt Frank naar het derde nummer pas erin. Soms raken ze er nog wel eens van in de war, maar... Nou ja, en vooral omdat de tijdslimiet nu heel anders is. Maar het houdt je wel alert. Ik bedoel, wat voor uur van de dag je dan ook moet spelen. Als je er speelt, dan moet je er staan ook. De tent was lekker vol. Dus dat ging behoorlijk goed. En qua nummers, wat Ruben al zegt, je hebt dan een heel andere opbouw. Maar het is natuurlijk wel... van belang dat we zoveel mogelijk nieuwe nummers spelen. Ja, is het belangrijk dat je die nieuwe CD Coexist goed promoot nu? Dat je zegt van, we gaan niet de veilige weg kiezen van de nummers die ze misschien wat beter in het gehoor liggen of beter kennen, maar we kiezen voor ons nieuwe product? Volgens mij kiezen we juist nooit voor de veilige weg. Gelukkig niet, want dan zou het een soort routine worden of zoiets. Maar we zijn ook nu weer, weet je, dan, ik maak wel van tevoren een beetje een setlijstje van, nou, dit en dit kunnen we gaan doen. En dan halverwege denken we al snel van, ah, misschien reageert publiek beter op dit nummer en dan wisselen we het gewoon en dan roep ik naar achteren van nou, doe maar dat nummer. En dat werkt wel. Het kan soms ook gewoon zo zijn dat we 2 minuten van tevoren beslissen dat we iets heel anders gaan doen. Dat houdt je wel gewoon scherp gewoon. En dat is leuk. En ja, we gaan nooit inderdaad voor de makkelijke weg. Zijn jullie daar ook zo makkelijk in, als Bas en drummer, om te zeggen van ja, het maakt ons niet uit. Wij stellen ons helemaal in dienst van die twee die iets willen gaan doen. Nou, sterker nog, dan sluiten we ons daar gewoon bij aan. Het is niet zo dat er door twee gekomen, nee, dat doen we allemaal gewoon. Het is gewoon het moment, spontaan, dat is niet echt iemand soms... Spontaan, dat is het sleutelwoord. Dan weet je het al. Nou, het is een dun gezaaid. Mensen zijn vaak kritisch op hun eigen image of hoe ze over willen komen. En dan als je experimenteert is dat nogal eens gevaarlijk. Vandaar mijn vraag ook. Maar ik had toch wel in de gaten toen ik jouw telefoon sprak dat je niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. Maar waar uiteindelijk jouw hart het meest ligt, dat je die keuze hebt gemaakt. Ja. Nou, de CD op zichzelf moet je wel, als je een goede marketing hebt, dat helpt natuurlijk een hoop. Maar... Je moet het wel met gevoel. Het is niet zomaar wat je in de fabriek maakt. Is ook dat wordt de persen en het hoesje natuurlijk. Maar de muziek maak je met hart en ziel. En daar ben je gewoon mee bezig. En je wil zo goed mogelijk voor de dag komen. Om je product. En als je gewoon een goede CD hebt. Met al je goede muziek erop. Dan verkoopt het natuurlijk ook als mensen het horen. Maar een marketing... strategie, dat is nooit weg. Dat, ik bedoel, dat helpt je gewoon soms wel eens net eventjes. Nou, er zijn een heleboel bands die moeten het alleen het sec van de verkoop na de optredens hebben. Ja. En minder van de verkopen online dan wel de bestellingen via de ouderwetse platenzaak. Ja, het is sowieso al, die hele markt is natuurlijk in elkaar gesodemieterd. We hebben toen van de eerste plaat 4.000-5.000 cd's verkocht. Dat was al heel erg veel, toen al. 4 jaar geleden en nu, ik sprak een paar platenmaatschappijen, die zeiden van als je nu 2000 cd's verkoopt, doe je het heel goed. Maar een paar weken nadat die plaat uit was, was die al 9000 keer op via een torrent site gedownload. En denk je dan niet van, nou, laat daar de helft eens van betaald zijn? Nou, ik vind het eigenlijk wel vlijend ook weer, dat het toch zoveel, het wordt toch verspreid. Dus daar gaat het toch om, muziek maken, dat je hoopt dat veel mensen het horen.
Maar ik heb wel begrepen dat Hopertissen zich inderdaad hun aandacht verplaatst hebben naar het optreden. Omdat die cd is alleen maar een vehikel om je muziek uit te brengen. Weet je, ik had in Zandam heb je bij ons een free record shop. Dus ik ging na een paar weken ging vragen, even kopen jullie ook de cd Coexist. Had zij die verkopen van, daar wordt heel veel naar gevraagd. En ik heb ook echt gezocht, maar hij zegt, hij kon hem niet boven water krijgen. Hij zegt, het is te plaatselijk. Ah, ik zeg, het is niet te plaatselijk, want ik bedoel, we staan... Het is niet dus het plaatselijke wil het hebben, ja. 2,5 uur van huis. Maar de winkel daarnaast, die verkocht hem dan weer wel. En ja, sommigen pikken het toch ook wel op en die gaan er ook weer op zoek naar. En die verkopen hem dan ook. Onze eerste CD werd wel verkocht bij Fame en allerlei andere en goede plaatszaken van die eenmansbedrijfjes, weet je wel, die speciale plaatszaken. Ja, het komt vanzelf wel, want we hebben overal recensies die, mag wel zeggen, zeer lovend zijn. Buitenland? Hè? Buitenland? Wat is daarmee? België, Duitsland. Daar is het niet uit. Nee, vorige plaat wel. En dat was een beetje een probleempje in Duitsland, dat ging niet. België was je wel uit. En, maar ja, we hebben ook in Denemarken gespeeld, in Ierland en Duitsland ook, België. De CD is ook gedraaid in Budapest op Fix Radio. Ja. Door een kennis van me. Oh, maar dat vergis je niet. Wij hebben onze eigen uitzendingen sinds dit jaar ook op iTunes. Oh ja, en dat soort dingen. En als ik zie, we hebben onlangs een filmpje gemaakt voor van Jason Ritchie. Of van Wolfmail is opgetreden, die is in Australië. Dan zie je die hits echt gigantisch omhoog schieten in die andere kanten. Dus die pikken dat op de een of andere manier toch wel weer op. Wie weet zal het ooit in brengen. Ik ga weer afsluiten met in ieder geval een vraag. Ik heb die vraag ook aan hem gesteld bij mij in het radio-interview. En die ging eigenlijk over jullie combinatie met z'n tweeën. Dat jij eigenlijk alle teksten schrijft. En hij de muziek. Hij zei, ik heb mijn handen vol in de muziek. Maar dat betekent dat jullie eigenlijk twee handen, twee muzikaal op één buik moeten zijn. Want anders kun je dat niet met die gevoel. En tenminste, die muziek die jullie net brachten, kun je niet zomaar brengen met de tekst en muziek van een ander. Dan moet iets klikken. Ja, nou, wat dat betreft hebben we best wel een goede klik. En meestal is het gewoon zo dat hij komt met muziek aan. En ik ben met wat dingen bezig. Ik leg het soms voor. Arjen is ook qua grammatica en dingen ook heel goed. Ja, maar wat dat betreft is het natuurlijk acht handen op één buik. Ja, en we schrijven allemaal die nummers mee, iedereen heeft zijn partij. Maar met teksten, dan zit ik echt vaak gewoon, komt hij met van nou, ik heb wat teksten nodig en dan ben ik bezig en dan laat ik het wel laten zien. En dan als we aan het zingen zijn, opnemen, dan verander ik nog dingen. Tot op het laatste moment, omdat het lekkerder floot. Maar ik ben blij hoor, want ik heb nu ook kans om mijn creativiteit op textueel gebied laten zien. En het klikt heel goed met Ruben. Ik zag ook onlangs op de BBC een geweldige documentaire van I Play in a Rock'n'Roll Band. En dan gaat over de rol van de drummer en dan gaat over de rol van de bassist, de gitarist. Maar vaak is het zo dat in een band toch één man, ondanks alles, de leider is en ook de onbetwiste leider. En je hebt in ieder geval de naam. Ruben Hoeken Band heb je genomen, daar heb je uitgelegd waarom, maar ja, toch heb ik het idee. Toch heb ik niet het idee dat ze helemaal ondergeschoven zijn. Nee, maar dat is echt voornamelijk gekomen. Ik leg dat gisteren ook nog aan iemand uit. Dat ik natuurlijk 4, 5 bandjes heb versleten. En dan was ik altijd degene die de kar trok. En altijd dingen regelen. CD'tjes branden voor iedereen. En repetities regelen. En optredens. En zorgen dat er een PA is. En dit en dit en dit. En de muzikanten nog betalen. En met loonsverklaringen. En op een gegeven moment dacht van ja, was ik 2, 3 jaar bezig met een bandje te bouwen. Zodat het ergens naartoe ging. En dan waren er weer interne strubbelingen. En dan ging de bandje weer uit elkaar. En dan kan ze zoiets van ja, daar zit ik dus ook niet mee op. Dus nu als er strubbelingen zijn, dan is het... Kijk, ik kan mezelf wel uit de band gooien, maar kan mijn naam niet veranderen natuurlijk. Dat is wel weer een plusje. Maar we werken wel, voor zover ik het zie, gewoon wel democratisch, gewoon als band. Ik kom met een idee aanzetten in de ruimte en Ralf doet daar wat op. En dan zegt van, nou, dat klinkt wel lekker. Dan had ik anders in gedacht, want dit klinkt beter. En Arjen vult op zijn manier in. En Frank vult op zijn manier in. En dan zijn we op een gegeven moment, als het goed is, allemaal wel tevreden over een richting van een nummer. En dan nemen we het op. En zo doen dat ook met de optredens van... Zouden jullie zonder muziek kunnen, jongens? Nee. Absoluut niet.